Welke u nu voorgeschoteld zult krijgen. Minutes for Midnight is de titel van de show. Deze titel beslaat meerdere onderwerpen. Met Minutes for Midnight kunt u denken aan de vooravond van een grote dag of een groot jaar. Dit geldt zeker voor de Marching and Cycling Band HHK. Volgend jaar bestaat het korps 50 jaar en met dat jubileum is de vereniging al druk in de weer. Minutes for Midnight doet ons denken aan oud en nieuw en laat deze show daar nou echt vol mee zitten. Popmuziek is een genre met het korps wat sinds jaar en dag goed ligt en ook dit jaar zal geen uitzondering zijn. Maar zoals gezegd, wel oud en nieuw. Oude rotten in het vak als de Jackson 5, de Moody Blues en zelfs Ozzy Osbourne werken in deze show prima samen met artiesten als Pitbull en Lady Gaga. Ook zult u als voorbereiding op het jubileumjaar passages in de show zien waar de band wat groter is. Sommige stukken zal het korps worden versterkt met de jeugdleden die in opleiding zijn bij de club, maar extra hun best hebben gedaan om enkele stukken mee te doen. Het gaat goed met de Marching and Cycling Band HHK. Dat kunt u ook zien in de uitbreiding van de vereniging met visuele groepen. Een mooie groep majorettes en gollekarts zorgen voor een mooi totaalplaatje waar de vereniging terecht trots op is. De instructie is in handen van Lisette Molenaar voor de gollekarts, Ellen Kruijer voor de majorettes, slagwerkinstructeur Robert van den Bos en blazerinstructeur Lorenzo Minjaka. De choreografie is van tamboermaître Ingrid ten Braven. De klok tikt, de spanning stijgt. Dames en heren, gaat u lekker zitten voor Minutes for Midnight. En de Marching and Cycling Band staat onder leiding van tamboermaître Sven in het veld. Nee, die twee stil. Oh nee.
Thank you.
nou lekker kijken. Ja, lekker kijken. Ja, helemaal Thank you.
Dank u wel.